Verbeter de wereld met Vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Zijn die vleesvervangers nou over het algemeen, komen die gunstiger uit de buscavoedingswaarde dan het vlees dat ze willen vervangen? Ja, in ieder geval kan je denk ik zeggen dat vleesvervangers gemiddeld gezonder zijn dan bewerkt vlees. Dus een vegaworst is gezonder dan een vleesworst, gemiddeld. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Spekjes, vega-spekjes zijn gezonder dan vleesspekjes. Vega-burgers zijn gezonder dan vleesburgers. In ieder geval als je die bruine en rode burgers kiest op het gebied van de voedingswaarde. Ja, dus dan kijk je naar verzadigd vet, zout, eiwitgehalte, vitamines die eraan toegevoegd zijn. Al die dingen, vezels die erin zitten. En dan scoren die vervangers voor bewerkt vlees, die scoren gewoon best wel goed in vergelijking met het dierlijke referentieproduct, zoals we dat dan in het rapport noemen. Ja. Nou, ik denk dat het echt afhangt van waarom je deze vleesvervangers gebruikt. Hè? Vleesvervangers gebruik je eigenlijk, denk ik, voornamelijk vanuit dierenwelzijn oogpunt. En we weten dat mensen veel te veel vlees eten. Ze eten veel te veel vleeswaren, bewerkte vleeswaren, dat ongezond is. En wat we eigenlijk weten ook, is dat wanneer mensen meer plantaardig gaan eten, dat wil zeggen, als je dat vergelijkt met een whole food plant-based diet, zoals dat mooi in het Engels heet, een volledige minimaal onbewerkte voeding, dat heel veel gezonder is. Dat scheelt heel veel welvaartsziekten. Dus ja, als je van plantaardige producten en je vergelijkt die met heel ongezonde vleeswaren, dan komen ze er wat gunstiger uit. Ze missen ook een aantal dingen, duidelijk. Hè? Je vergelijkt ze niet, en dat in dit onderzoek in ieder geval, met waar je eigenlijk naartoe wil, namelijk een plantaardige voeding. En dan weet ik wel dat het argument is, maar mensen willen dat niet en die kunnen dat niet. Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Ze gaan het zeker niet doen wanneer je ze bestookt met vleesvervangers. Ja, want achter die kans dat, stel dat we mensen, dat we die vleesvervangers niet zouden bieden en mensen zouden op dierenwelzijn geen vlees meer eten, dat ze echt ook gewoon kijk, de boven zouden stappen naar whole food? Nou, dat zou best kunnen, ja. We zijn ook, iedereen zegt dat niet kan. Maar er zijn heel veel voorbeelden van hoe Nederlanders massaal overgestapt zijn naar ander voedsel de afgelopen 50, 60 jaar. Het is waar dat vleesvervangers voor een aantal, als je reductionistisch naar voeding kijkt, en dat doet de Gezondheidsraad eigenlijk ook, die beoordeelt voeding op zout, verzadigd vet en suiker. Dat is het ongeveer. En dat doet dit rapport ook een beetje. Dat is een echt reductionistische benadering. Hè. We weten dat ultrabewerkt voedsel, waar ook wel naar gerefereerd wordt, dat leidt tot dooreten. Het is lekker, het is makkelijk, je hoeft niet te kauwen, het is hoge energiedichtheid, al dat soort dingen. En dat geldt dus ook voor heel veel vleesvervangers. Martien, hoe denk jij daarover? Ja, nou, tot op zekere hoogte ben ik het wel met Jaap eens. Hè. Vanuit Proveg zijn we ook, en ik persoonlijk ben voorstander van meer onbewerkt plantaardig eten, dus daar kunnen we elkaar prima in vinden. Ja. Ik ben denk ik iets minder optimistisch over dat we mensen snel allemaal aan de wildvruchten kunnen krijgen, zeg maar. Hoeft ook niet allemaal. Nee, maar goed. Er is toch een bepaalde behoefte om mensen meer plantaardig eiwit en minder dierlijk eiwit te laten eten. Ja, ja. En dat, ik denk dat dat al best wel een grote uitdaging is. Ik zou het graag nog willen hebben over die bewerkte voeding. Want ik vind het altijd vaak over whole food plant best, dat weten we allemaal, dat is ideaal. Ja. Nou, hoog ultra bewerkt vinden we zijn we sceptisch over. Waar ligt een beetje die grens? Kijk, wat ik interessant vind is, het tegenargument lijkt bijna een soort van religieus. Van zoals dat aan een boom groeit of zoals dat door de schepping aan ons gegeven is, is het goed. En als we dat gaan bewerken, dan is het, dan is dat niet meer zoals voedsel bedoeld is om te zijn. En dan is dat ook niet meer goed voor het lichaam. Maar de mens is natuurlijk, 1,8 miljoen jaar geleden konden we het vuur beheersen. Dus toen zijn we begonnen met dingen verhitten. Nou, dat was denk ik de eerste vorm van bewerking die daar kwam. Tegenwoordig hebben we staafmixers in huis waar we van alles mee doen. We vriezen dingen in, we koken, we bakken. Wat is nou het verschil tussen het soort bewerken dat wij allemaal in ons keukentje doen met ons pan en het soort wat wij dan noemen ultra-processed? En wat is daar dan mis mee? Ik denk dat vleesvervangers een goed voorbeeld zijn. Je kunt van sojabonen kun je tahoe maken. Dat twee slagen bewerking of zoiets dergelijks. En dan heb je een product wat nog gezond is. Maar je kunt ook kipstukjes met CK en zo kun je ook maken. En het moet ook nog op vlees lijken, dus dan moeten kleurstoffen aan toegevoegd worden, smaakstoffen, emulgatoren, er moet van alles aan toegevoegd worden. Waarvan we eigenlijk de werking niet heel goed kennen, dat bedoel ik ook met die reductionistische benadering. En er is onderzoek geweest, wanneer je alleen maar naar de samenstelling van eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen en dat soort dingen gaat kijken, suiker.
En je vergelijkt mensen die een ultra bewerkt voedsel eten met dezelfde samenstelling als mensen die dat on- of minimaal bewerkt eten. Ja. Dat ze maar heel veel meer gezondheidsproblemen krijgen. En dat heeft deels te maken met de smakelijkheid, de eetsnelheid, het niet hoeven kauwen. Allemaal stappen die je overslaat door dat bewerking. Maar ook dat er heel veel stoffen uitgehaald zijn. Maar ook dat ons lichaam, en bijvoorbeeld het microbiome, heel anders reageert op al die chemische stoffen en toevoegingen die toegevoegd moeten worden aan producten om het maar ja, een beetje consistentie te krijgen. Ja. En het is jammer dat dat moet, hè? Want je zou het ook zonder die stoffen kunnen doen. En dan is het nog steeds gezond. Dat is de vraag of het moet, zeg maar. Ik ben het wel met je eens dat veel van die producten nog zo zijn. Ja. Maar dat is een van de technologische ontwikkelingen waar nu best wel veel onderzoek naar gedaan wordt. Ook omdat fabrikanten zich realiseren dat dit een probleem is. Ja. Of dat nou eigen belang is of in het grotere belang dat ze dat doen, maar ze zijn wel beter. Ik pak er één bij. Ja. Vind het interessant. De kipstukjes, ingrediënten, sojastructuur, 89%. Tussen haakjes, dat is water en soja-eiwit. Natuurlijk aroma, zonnebloemolie, zout, citroenzuur en B12. Ik vind dat overzichtelijk klinken. Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. Zit er nou iets in, Jaap, waar bij jou nou alarmbellen gaan rinkelen als ik dat zeg? Nee hoor, dit is ook een vrij eenvoudig product. Nee, dat vind ik dus wel interessant, van in hoeverre passen vleesvervangers, en dan even kijken naar de betere vleesvervanger, zeg maar, die wel een redelijke voedingswaarde heeft en waar niet te veel gekke dingen aan toegevoegd zijn. In hoeverre passen die echt in die categorie van ultra bewerkt voedsel? Of is dat toch meer zoiets als een volkoren brood, waar een bepaalde bewerking op is geweest, maar wat toch ook nog wel binnen een gezond voedingsbedrijf past? Nou, ik vind zelf dat we veel beter naar dat ultra bewerkt voedsel moeten kijken. Want het is nu één grote vergaarbak op basis van onduidelijke criteria. Nou, hoeveel ingrediënten of je overgroep maar het wel of niet kende en zo. Dat is niet echt heel wetenschappelijk. Dat zeggen de mensen in het ziekenhuis eigenlijk ook altijd tegen mij. Die zeggen, al onze zondevoedingen zijn ook al eraan bewerkt. Moeten we ze nou niet meer geven? Ja. Ja, natuurlijk wel, weet je wel. Dus, ik denk dat ook in die vleesvervangers, eigenlijk zou je een soort criteria moeten hebben van wat wel en niet in de schijf van 5 moet. Dus je zegt eigenlijk, het is misschien een te grote vergaarbak. Er is enorm veel variatie. Ja. Dat blijkt dus ook uit dit rapport. Er zijn heel veel voorbeelden van vleesvervangers die eigenlijk heel goed zijn en best heel grootschalig zouden kunnen worden geconsumeerd. Maar ook een heleboel die toets van de kritiek niet doorstaan. En de consument die weet dat niet. Die staat voor die enorme pak met allemaal dingen. Die denkt dan, dat ziet er wel lekkerder uit dan dat. Want dat zijn meer worstjes of schnitzels of weet ik wel. Op het moment dat mensen heel bang zijn voor bewerkt voedsel. En ze realiseren zich wel dat vleesvervangers bewerkt zijn. Maar niet dat vlees bewerkt is. Wat er bij veel consumenten zo is. Tuurlijk, Dan dat hele debat over hoe bewerkt ons eten is. Dat zorgt er wel voor dat mensen nog weer een drempel over moeten. Ja, dat is ook zo. Ja, dus er is voor beide kanten om te zeggen dat het brengt gewoon niet. Nee hoor, het is ook niet voor en tegen, maar er zijn wel verschillende manieren om ernaar te kijken. Ja. Dus ja, het is heel goed dat het vergeleken wordt met vlees en vleeswaren. En dan zie je dat de meeste er gunstiger uitkomen. Maar het is nog een heel stuk ongunstiger naar een whole food plant-based diet. Ja. En eigenlijk moet dat een beetje ons doel zijn. Ja. Dus we moeten het beide doen. Maar we moeten vooral niet vergeten dat dit een opstapje is naar een grotere revolutie.